Dank u, voorzitter. Ten eerste wil ik de gedeputeerde feliciteren met haar verjaardag. Ik had gedacht van nou, we brengen wat leven in de brouwerij, misschien gaan we wel zingen, maar ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Moeten we eerst een valse bingo hebben? Maar misschien kunnen we dan. We gaan eerst bingoen. En dan wil ik natuurlijk mevrouw Akoen feliciteren met haar medespeech. En dat geldt natuurlijk ook voor meneer Hendricks. En ik wil natuurlijk de gemeente Barneveld bedanken voor de eieren en natuurlijk ook de betrokken agrariërs bij dit project. Dank jullie wel daarvoor. Goed, voorzitter. We hadden het in Nederland en dus ook in Gelderland prachtig voor elkaar. Totdat er allerlei regels werden verzonnen om het ondernemerschap te verstikken en de persoonlijke vrijheid te beperken. In de recente geschiedenis is te zien dat het socialisme en het communisme verloren hebben van het kapitalisme. Het kapitalisme en de westerse vrijheden hebben ons heel veel voorspoed gebracht. Hetgeen een doorn in het oog is van links Nederland die mondiaal wil delen en denken. Het roer moet om de politieke, heeft de politieke elite bedacht. En zo bedacht zij een list om de mensen te misleiden en creëerde een klimaatprobleem gebaseerd op een leugen. Hieruit wordt een groene economie gedestilleerd die zich ontpopt als de vijand van de vrije markt en de vrije westerse mens. En voorzitter, het college doet hier lustig aan mee. GroenLinks heeft zich comfortabel in de coalitie genesteld en sleurt de eens liberale VVD mee in haar groene kruistocht tegen onze manier van leven. Ja, u geeft het voorbeeld. Ja, ik ook. Ja, die is leuk. Ja, die is goed. Heel goed. Ik ga het uitdoen hoor. Nee. Alleen het jasje hoor. Even kijken wat voor woord daarvoor is. Nee. Meneer de voorzitter, via de voorzitter graag. Sorry voorzitter, ja, goed. Wij zouden getransformeerd moeten worden naar ja-knikkers en bezit begint zo langzamerhand iets vies te worden. Voorzitter, van de PvdA kan je het verwachten. Die houden van een maakbare samenleving. Het zijn tenslotte socialisten. Tja, en de draaibibsen van het CDA, ja, daar is geen hoogte van te krijgen. Voorzitter, de begroting is doorspekt met groene gekte. En hoeveel er uiteindelijk aan besteed wordt, is totaal niet inzichtelijk. De collega van het Forum heeft het daar al over gehad. Terwijl over het algemeen de provinciale doelen omgeven worden door wazigheid, heeft dit college wel heel stoer en duidelijk een CO2-reductiedoel gesteld van 55%. Hiermee halen ze de dictators van Brussel links in. Ook bij het vaststellen van de Natura 2000-gebieden met hun rigide beheersregels kon men jaren geleden ook heel duidelijk zijn. En ook toen was men erger dan Brussel. Even een zijsprong. Het mag duidelijk zijn dat de PVV-fractie die EU-vlag in de Statenzaal helemaal niet ziet zitten. De PVV-fractie koestert niet de hand die ons in de misère duwt. Voorzitter. Dit stikstofbeleid heeft vooral desastreuze gevolgen voor onze boeren en bouwers. En het is echt niet per ongeluk gegaan, maar het is vakkundig uitgebroed door Links Nederland. En de VVD doet hier gewoon aan mee. En dan kan je hele leuke extra exportprogramma's opstarten, zoals de groeiversnelling en Go for Export. Maar ondertussen wordt de agrarische sector geslacht en de bouwers het faillissement ingedreven. Wat een willekeur, wat een waanzin. College, wees nou eens flink en doek die Natura 2000 gebieden op. Een mooi natuurgebied hoeft namelijk niet een Natura 2000 gebied te zijn. Zet GroenLinks gewoon aan de kant en als het moet de PvdA ook. Voor een gezond verstand beleid heeft u hem helemaal niet nodig. Voorzitter, dit college is wel goed voor hun grote vrienden, de multinationals. Zij krijgen een extra kluifje toegeworpen. Zoals te zien is bij de subsidieverstrekking voor de CO2-leiding Bommelerwaard. Hier wordt 1,85 miljoen belastinggeld weggegeven aan OKAP Linde. Voor de goede orde, OKAP Linde is een samenwerkingsverband tussen Volker Wessels en Lindegas. Dit zijn grote multinationals die miljarden aan euro's omzet hebben. Zij leveren vrijgekomen CO2 van de Shell-raffinaderij in Pernis aan de glastuinbouw, die deze grondstof broodnodig hebben om hun planten te laten groeien en bloeien.
Waarom 1,85 miljoen belastinggeld weggeven aan een dochter van twee multinationals? Graag een reactie van het college. En onze burgers krijgen een piepklein fooitje bij de opcenten. Een schamele verlaging van in totaal 5 miljoen. Zeker als je je realiseert dat er 4 miljard op de plank ligt en de hoogte van de Gelderse opcenten aanschurkt tegen het tarief van de provincie met het hoogste tarief. Voor een rijke provincie als Gelderland is dit een blamage. En als we het hebben over duurzaam financieel beleid, dan kan je beter de opcenten verlagen, zodat de burger meer lucht krijgt en de provinciale kas in moeilijkere tijden over een extra reserve beschikt, waarover je ook niet het risico loopt negatieve rente te moeten gaan betalen. Voorzitter, de gemeenten hebben flinke geldproblemen. Zij krijgen steeds meer op hun groene en sociale bordje. Dit college komt hen tegemoet met een door de cofinanciering 50-50 los te laten. De provincie gaat dus een deel van de financiële gaten vullen. De rest wordt doorgeschoven naar de burgers. Volgens Omroep Gelderland moeten de Gelderlanders ruim 110 miljoen extra gaan ophoesten. Maar dit lost de kern van het probleem niet op. Er wordt gewoon te veel geld uitgegeven. Stop met die onbetaalbare klimaatwaanzin en stop met het opvangen van economische migranten. Wij zijn geen immigratieland. De enigen die gebaat zijn bij volumegroei zijn de multinationals en de politieke elite die hen faciliteert. En de gewone man en de gewone vrouw, die zitten met de rotzooi. Zij zien hun sociale zekerheid afnemen, hun kinderen kunnen amper aan een woning komen en zij herkennen zich niet meer in het veranderde straatbeeld. En zij krijgen de rekening gepresenteerd. En nu moeten zij ook nog gedwongen gasloos, onbetaalbaar, dictatoriaal. Besteed liever tijd en geld aan het bouwen van woningen en stop met die stikstofwaanzin. Voorzitter, terwijl er al 650.000 mensen in energiearmoede leven en de Nederlandse huishoudens al te hoge schulden hebben, wordt hen heel mis voorgehouden dat zij een lening tegen zeer lage rente kunnen krijgen om hun woning klimaatvriendelijk te maken. Dit terwijl diezelfde overheid burgers juist wil beschermen tegen te veel schulden. En is een lening niet haalbaar en betaalbaar, dan kan de huiseigenaar een zak geld krijgen in ruil voor de grond onder de woning. Muziek in de oren van de socialisten. Afpakken dat bezit. Dat dikwijls functioneert als een oude dagvoorziening. Want het uithollen van je pensioen en je spaargeld gaat genadeloos door met die negatieve rente. En als dank voor het verduurzamen van je woning gaat de OZB ook nog omhoog. Dus je gaat nog meer betalen. Voorzitter, ons wordt de viering van 75 jaar vrijheid voorgeschoteld. Gaan wij dan over de vrijheid praten om die vervolgens op te geven? Dit jaar werd het Democratiefestival nog gevierd in de gemeente Nijmegen. De gemeente waar de burgemeester geen probleem heeft met het laten veroordelen van mijn partijleider Geert Wilders, omdat hij de islamitische olifant in de Kamer benoemt. In diezelfde gemeente geeft de GroenLinks-wethouder toestemming voor een megamoskee. Het is dan ook geen toeval dat GroenLinks een lijst wil opstellen van islamofoben. Ja, want als je kritiek hebt op de islam, ben je ineens islamofoob. Zullen we weer teruggaan nu naar de begroting van onze provincie? Ja, maar voorzitter, dit zijn algemene beschouwingen. Hier hebben we het ook over gehad 2 weken geleden tijdens het presidium. Ja. En tijdens algemene beschouwingen mag je een beschouwing houden in zijn algemeenheid. Nee, met is goed. Een politiek beeld. Daar hou ik mij aan. Ja, dat, nou, niet helemaal, vind ik. Maar dat is dan, nee, u kiest uw eigen woorden, daar heeft u echt gelijk in. Maar het is er van belang om even weer terug te gaan naar de begroting die de provincie Gelderland betreft. Vervolg uw betoog. Dank u wel. De heer Peters, VVD. Ja, voorzitter, ik moet u daaraan gelijk geven. De algemene beschouwingen zijn met het nieuwe model in het voorjaar. Dus dat is niet nu, het is de begroting, dat is waar. Maar ik ben ondertussen ver gevorderd met de bingo langzamerhand. En ik heb nog een paar woorden te gaan. Ik vond islamitische olifant al wel een aardig, maar die staat niet op mijn kaart. Dus ik ben benieuwd of u toevallig ook nog het woord klimaatminaret kunt noemen. Maar, maar die... Die mag ik zelf niet zeggen. Dus, nee, op straf dat ik zelf in een valkuil loop, die mag me nog noemen, maar vervolg uw betoog. Nou, om iedereen tevreden te stellen, zeg ik Wilhelmus.
Nou, dit wordt een liedje tijdens het kerstdiner. Hè? Voorzitter, ik vraag mij serieus af of we over 75 jaar nog de vrijheid kunnen vieren. Als autochtone Nederlanders zomaar een minderheid kunnen zijn geworden. Want voorzitter, tolerantie werkt alleen als het een universele waarde is. Maar we halen mensen naar binnen die niet onze waarden delen. En die verschuiving die gaande is van democratie naar mensenrechten werkt hier geniepig aan mee. En wat te denken van de dierenrechten? Geopperd door de Partij voor de Dieren. Voorzitter, dit doet mij denken aan keizer Caligula, die zijn favoriete paard Incitatus voordroeg voor de functie van consul en senator. Nog even, en dan zit het paard van Sinterklaas in de statenbankjes als collega. Dit in het kader van een herplaatsingsprogramma. Want Sinterklaas en Zwarte Piet, ja, die staan natuurlijk ook op de helling. Goed, voorzitter, we kunnen daar wel een grapje over maken, maar is het niet een truc om vlees te verbannen van ons menu? Voorzitter, ik rond af. Bedrijven willen best wel investeren, maar ze worden horendol van alle regeltjes en het voortdurend veranderen van beleid. Het is toch van de zotte dat de provincie de gemeente wil stimuleren in uitvoering van energiecontroles bij bedrijven en instellingen. De voormalige DDR is er niets bij. Er moet gestopt worden met het indoctrineren van de burgers voor de groene religie. Het zet totaal geen zoden aan de dijk. Het enige resultaat is dat wij aan de bedelstaf raken door een inefficiënte energieopwekking dat altijd ten koste gaat van welvaart. We moeten stoppen met dat sturen op gedrag. Voorzitter, het zal u duidelijk zijn dat wij geen gehoor geven aan de oproep van het college om gezamenlijk invulling te gaan geven aan het coalitieakkoord. Dit akkoord is niet ons akkoord. Wij werken niet mee aan stiekem nutsje, alias gedragsveranderingen en onder valse voorwenselen onze welvaart vernietigen. De PVV zal het college dan ook kritisch blijven volgen. Dank u wel.